wie geld heeft, heeft macht, zeggen ze wel eens. En dat voelt natuurlijk vaak alsof je dan zelf geen macht hebt. Maar ik zou willen zeggen, wie fantasie heeft, heeft macht. Wie dromen heeft, heeft de macht. Wie kan creëren, wie weet hoe dat werkt, die heeft de macht. Wie positief is, wie optimistisch is, die heeft de macht en de kracht. En dan is het vooral zaak dat je je niet van de wijs laat brengen door anderen. Onderweg zijn van Utrecht naar Zelhem, dacht ik, laat ik eens een update inspreken deze keer. Dus even geen beeld. Ik ben even vertrokken uit mijn prachtige mooie paleisje. Dat zo mooi is geworden, zo netjes keurig opgeruimd. En nou, het dakterras ook helemaal fantastisch. Dat ik steeds meer denk, oh, mijn mooie huis, wat ga ik nou doen? Maar goed, dat is dus ook een kwestie van jezelf een beetje goed begeleiden. En daar gaan ook de workshops over die ik ga geven vanmiddag in Zelhem. Het zijn kleine voorproefjes van de cursussen bij de Happy Few School. Steeds een half uurtje, dus dan kan je net eventjes een beetje proeven aan wat we te bieden hebben. Onder andere dierencommunicatie. Dat ga ik eerst doen. Nou, dan ga ik natuurlijk vertellen wat dat is. Dat het bestaat. Dat het echt werkt. Hoeveel mensen we daar al niet mee hebben op weg geholpen. Om hun eigen dieren, maar ook vooral andere dieren te verstaan. Te begrijpen. En ook om het toe te passen in hun werk. Ook dat. En die toepassing in je werk, dat kan natuurlijk van alles zijn. Dat kan zijn therapeutisch werk. Daarbij kunnen dieren een hele mooie rol vervullen, vaak. Dat weet je misschien wel ook, wat een invloed knuffeldieren kunnen hebben bijvoorbeeld. Maar ook hoe ze haar fijn aanvoelen. Wat iemand nodig heeft, of wat je nodig hebt als je bijvoorbeeld ziek bent, dat ze bij je komen liggen, dat soort dingen. Dieren weten meer dan je denkt, dus je moet ze ook meer uitleggen. Ook dat is belangrijk. Het is natuurlijk ook vooral voor de dieren heel erg fijn, dierencommunicatie. Dat zij eens een beetje meer serieus genomen worden en ook op waarde geschat. Bijvoorbeeld die kat die zei van ja, hallo, mij is niks gevraagd, hè? Ik heb het er niet mee ingestemd dat we gingen verhuizen, bijvoorbeeld. Of in ieder geval, elk dier is weer anders, heeft zo zijn eigen karakter. Dat weet je natuurlijk wel als je dierenliefhebber bent of dieren in huis hebt. Maar je weet niet wat ze allemaal te melden hebben of te vertellen hebben. Vaak begrijp je ook het gedrag van dieren niet en probeer erachter te komen via dierenarts of gedragswetenschappers en zo. Maar dierencommunicatie kan dus enorm ondersteunend werken. Ook om dingen uit te leggen. Wat er gaat gebeuren. Dat ik bijvoorbeeld tegen een mondje zeg, vandaag ben ik er niet. Het is ze niet gewend. Ga maar lekker slapen. Lekker de hele dag. En dat ik tegen Moenie zeg, ga je mee op avontuur? Ga je mee op reis? Nou, dan merk ik ook in haar reacties dat ze daarop reageert. Vandaag zei ik, ik ben weg, dus blijf jij maar lekker slapen liggen. Vindt ze ook niet zo heel erg leuk hoor, maar ze checkt wel even of ik genoeg voer en water heb neergezet. Dat is wel grappig. En ze gaat lekker liggen ergens. Ze let goed op, merk ik. En ze vindt het ook allemaal heel erg spannend, dus daar moet ik ook rekening mee houden. Dieren zijn gewoon je kameraadjes, hè. Zijn gewoon je partners eigenlijk in huis. Ja. En natuurlijk moet jij goed voor ze zorgen als zogenaamde baasje. Maar ja, het maakt het ook interessanter. En het verdiept ook je relatie met je eigen dieren. Daarnaast hebben we, behalve dierencommunicatie, ook nog healing.
Dat is voor mens en dier. Eigenlijk deed ik die healing als een soort follow-up van de cursus dierencommunicatie. Maar de healing die we dan toepassen voor dieren, dat is dezelfde healing die je natuurlijk ook voor mensen kan toepassen. Of op situaties, op planten, op bomen. Maar dieren reageren snel en goed op de energie. Het is natuurlijk energetisch werk, healing. En dat ligt ook weer heel erg dicht bij intenties. Daar gaan de andere workshops over die ik geef, over intenties. Het werken met intenties, ja, het lijkt heel erg eenvoudig, simpel, logisch. Maar deden we het allemaal maar, dan zag de wereld er heel anders uit. Hè? Dan ging je focussen op vrede in plaats van oorlog. Dan focus je op wat gaat er goed in de wereld. En omdat je daarop focust, krijg je er meer van. En je kunt werken leren met intenties in alles. Dus als je dag begint, wat voor dag zou ik wensen? Wat wil ik vandaag? Waar stem ik op af? Deze situatie vind ik heel erg moeilijk. Hoe ga ik dat aanpakken? Wat vind ik belangrijk? Waar focus ik op? Het gaat steeds over focussen en je focus verleggen van het probleem naar de oplossing vooral. Nou, je moet ze de kosten geven die daar heel veel aan zouden hebben. Hè? Ik denk alleen al aan de politiek. We kunnen continu focussen op problemen en ze daarmee erger maken. Of we zoomen in op wat we wel zouden willen, de oplossing. En we gaan daarover nadenken en dan gaan je gedachten die kant op. En daardoor, ja, ben je dan vanzelf eigenlijk al bezig om het te creëren ook. Ik hoop dat je me nog goed kan verstaan, ook al leg ik hem nu even op mijn been, beter dan vasthouden. Ik moet ook een beetje opletten dat het niet te hard gaat. Dan ga ik nog een workshop geven over herschrijven. En ook dat lijkt heel erg op intenties, herschrijven. Eigenlijk begon alles met herschrijven. Daar komen ook die intenties uit voort. Dus je schrijft een situatie op die je helemaal niet prettig vindt en fijn vindt. En door hem op te schrijven, door het te voelen, laat je die energie ook ontsnappen, laat je het ook los. En daarna beslis je ook van nou, dat wil ik niet meer. Je verscheurt het, bij wijze van spreken. Maar je gaat ook je verhaal herschrijven. Je maakt er een ander verhaal van. Een beter verhaal. Een verhaal zoals je het zou wensen. Zoals je het zou willen hebben. Dus in plaats van dat wat je dwars zit, waar je steeds tegenaan loopt. Hè? Waar je letterlijk en figuurlijk tegenaan loopt. Want je wordt geconfronteerd met situaties die je misschien helemaal niet wil. Dus in plaats van daar steeds maar mee bezig te zijn en op te reageren, ga je terug. Terug naar binnen, terug naar jezelf, terug naar de bron van wie je bent. En van daaruit bedenk je, laat je eigenlijk, nou bedenken, laat je nieuwe gedachten komen en stromen. En schrijf je wat je wel fijn vindt, waar je wel blij van wordt. En zo ontwikkel je eigenlijk een nieuw verhaal, een droom, zet je op papier en je werkt het uit en je bedenkt, nou, zo zou ik het wel willen. Hè? Ik zou wel willen 10 nieuwe cursisten, bijvoorbeeld, in de periode tussen nu en volgende maand. Mensen die lekker aan de slag gaan. Oh jongens, ik zie allemaal kalfjes bij de koeien in de wei. Wat fijn. Wat goed om te zien, hè, is dat. Daar word je helemaal blij van, toch? Ik wel. Dus je, in plaats van schrijven van waar je van baalt. Of waar je niet blij van wordt. Ga je opschrijven waar je wel blij van zou worden. Waar je wel naar uitkijkt. Waar je wel zin in hebt. En pas dan heel erg op. Let op jezelf dat je niet gaat jamaren. Want dat jamaren, dat is eigenlijk een soort zelfcensuur. Waarmee je ook de boel blokkeert. Ook de energie blokkeert die naar je toe wil stromen. Hè? Ik wil heel rijk zijn. Maar.
Ja. Maar dat kan niet. Maar dat gaat niet zomaar. Maar dat mag niet. Maar. Hoeveel maren kan je niet verzinnen? Maar je kan ook denken, oh, het lijkt me heerlijk om heel rijk te zijn. Dan zou ik de hele wereld rond gaan reizen. En allemaal mooie spullen die alleen maar duurzaam en natuurlijke producten zijn. Die zou ik gaan promoten. Of misschien wel aan de man brengen. Misschien wel verkopen. Ik zou een impuls geven aan een mooie schone wereld. Als ik heel rijk zou zijn, dan zou ik niet het omzetten in allemaal materiële troep of zo. Dan zou ik het inzetten voor een mooie nieuwe wereld. Duurzaam, liefdevol, vredig, voor goed voor elkaar zorgen. Dus ja, doe mij maar. Doe mij die miljoenen maar, of die miljarden maar. Dan maken we er wat moois van. Kijk, wie geld heeft, heeft macht, zeggen ze wel eens. En dat voelt natuurlijk vaak alsof je dan zelf geen macht hebt. Maar ik zou willen zeggen, wie fantasie heeft, heeft macht. Wie dromen heeft, heeft de macht. Wie kan creëren, wie weet hoe dat werkt, die heeft de macht. Wie positief is, wie optimistisch is, die heeft de macht en de kracht. En dan is het vooral zaak dat je je niet van de wijs laat brengen door anderen. Je moet dingen ook nooit te vroeg zeggen tegen andere mensen. Heb ik gemerkt, want dan komen ze andere mensen met ja maar aanzetten. En dat is weer jammer voor jouw flow, voor jouw persoonlijke vertrouwen in de zaak. Je balans en je, nou ja, dat wat je aan het doen bent, de positieve flow, die kan behoorlijk geblokkeerd worden door gejammer. En dat is net zo goed je eigen gejammer als dat van anderen. Maar anderen laten het soms heel goed zien, hè? En dan word je ermee geconfronteerd. En het vervelende is, vind ik zelf, dat het toch invloed heeft, alles wat iedereen zegt. En mensen zeggen het allemaal met de beste bedoelingen, I'm sure. Maar het is allemaal wel hun eigen beleving van waaruit ze praten. En vaak is dat vanuit hun eigen angst. Stel je voor, ik ga tegen iemand zeggen, nou, ik ga de wereld rondreizen. Samen met Mooney. En ik zie wel hoe. Dan zegt iedereen, je bent helemaal gek geworden, dat moet je niet doen. Denk aan dit, denk aan dat. En iedereen gaat zich er zorgen over maken. Heel erg lastig is dat. Ja, en de hele kunst om je daar niks van aan te trekken. Dus je moet ook zorgvuldig zijn met wat je deelt, denk ik. Want je moet opgewassen zijn tegen het gedoe wat dan ontstaat. En ik vind dat zelf heel lastig. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik vind het zelf heel lastig dat iedereen continu overal maar wat van moet vinden. Of denkt zich ergens mee te moeten bemoeien. En op zich ben ik heel blij met positieve support. Dat vind ik altijd heel fijn. Mensen die positief zijn, die versterken je in je eigen kracht. En weet je, heel veel mensen denken, ja, maar je moet realistisch zijn. Alleen het probleem is dat ja maar en dat realistische, dat is nou juist wat de boel blokkeert. En wat eigenlijk frustreert. Ja, frustreert. Ja, ja. Ja, ja. Nou, dus ik ga workshops geven. Hebben jullie ook een beetje een idee van die cursussen? Want het herschrijven, ja, dat is heel leuk om mee aan de gang te gaan. Want het heeft ook onmiddellijk effect. En je hoeft helemaal niet goed of mooi te kunnen schrijven of zo. Het gaat er gewoon om dat je net zo lang schrijft tot je een ander verhaal hebt waar je blij van wordt. En wat ook maakt dat iets anders voelt. En dan kan je natuurlijk ook op deelgebieden doen. Je kunt het doen met werk, je kunt het doen met relaties. Ik zal je een voorbeeldje geven en dan kan je ook lekker aan de slag. Dat is wel leuk. Neem in gedachten een relatie die voor jou heel erg belangrijk is, maar die niet altijd even lekker loopt. Waar je eigenlijk wel van zou willen dat je dat het makkelijker ging. Of leuker, of weet ik veel wat. Je zou eigenlijk, je hebt er een soort ontevredenheid op liggen. Nou, moet je bedenken. Nou, dat moet je niet bedenken. Daar kom je achter dat eigenlijk alles met jezelf te maken heeft. Dus ook dat die personen op je pad komen en dat de situatie is zoals die is, heeft met jezelf te maken.
Dat is ook een frustrerende gedachte misschien. Want dan denk je, jeetje, ja, maar hallo. Hoe los ik dat op? Nou, dat los je onder andere zo op. We gaan naar die ene persoon, die ene relatie. Of misschien is het wel een dier. Kan ook. En je gaat eens opschrijven wat je waardeert aan die persoon of aan dat dier. Wat je waardeert, waar je blij van wordt. Ik denk niet dat het over dieren gaat, want het is vrij makkelijk, denk ik wel, om daar positief over te zijn. Maar goed, je mag zelf kiezen. Je kan het ook met 10 verschillende mensen doen, om de beurt natuurlijk. Maar kies er nu even eentje. En ga voor jezelf eens na waar je blij van wordt. Welke situaties je blij maken, wat je waardeert in die andere persoon. Waarom vind je die persoon belangrijk? Waarom is hij of zij belangrijk in je leven? En ga door met het noteren ervan. Ook al denk je van ja, nou dat was het wel en er komen er negatieve dingen in je op. Toch zet je die opzij en ga je de positieve aspecten opschrijven. Nou, ga daar lekker mee aan de gang. En op een gegeven moment kom je op een punt dat je misschien een ander gevoel krijgt over die persoon of over die relatie. En dan ga je je voorstellen hoe het zou zijn als. Hoe zou het zijn als? En dan maak je allemaal mooie avonturen. En maak het niet te zwaar. Hou het heel luchtig en licht. Zie het als een soort van spel wat je aan het doen bent. En stel je voor hoe leuk het zou zijn als jullie samen bijvoorbeeld huppel de pup. Puntje, puntje, puntje. En stel je voor dat jullie samen huppel de pup. Puntje, 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 puntje. Hè? Ik ga het voor jou niet invullen natuurlijk. Dat doe je lekker zelf. Leef je uit. Laat je fantasie de vrije loop. Maar ondertussen wees je ervan bewust dat het vooral leuk en licht mag voelen. Dus haal al die frustratie eruit die er misschien ooit in zat. Werk die eruit terwijl je schrijft. Ja, dat. Nou, mocht het je nou niet lukken met deze persoon. Mocht het je nou niet lukken om er een goed gevoel bij te krijgen. Of lukt het je niet om je frustratie los te laten. Dan hebben we een optie B. Hè? Plan B. Dan laat je dat even zitten. Dan ga je dat als het ware even in de ijskast zetten. Je zet het opzij. Neutraliseer het. Ga er met je aandacht vanaf. Laat het los. En focus je nu op de positieve aspecten van jezelf. En schrijf die allemaal op. Wat vind je leuk aan jezelf? Waarom ben jij leuk? Waarom ben jij de moeite waard? En dit is echt iets wat levensveranderend is. Dat moet je eigenlijk ook elke dag even doen. Jezelf vertellen waarom je goed bent zoals je bent. Waarom je waardevol bent. En het ergste is natuurlijk dat we dat soms niet weten of beseffen. En dat is heel schadelijk voor jezelf. Want het is belangrijk om van jezelf te houden. En dat is niet zo makkelijk voor veel mensen. Het is ook iets wat je misschien wel moet leren. En vooral als je dan denkt van ja maar, hè? Ja maar, daar heb je hem weer. In het verleden dit en dat, dus zus en zo is gebeurd. Of ik neem mezelf dit kwalijk, of ik voel me schuldig. Of nou ja, er zijn talloze redenen. Sommige mensen hebben gewoon ook altijd negatieve dingen te horen gekregen. Het was nooit goed wat ze deden, wat ze zeiden, hoe ze het deden. Allerlei andere mensen hadden altijd commentaar op wat ze deden, hoe ze het deden. Maar juist daarom is het van belang om tegen jezelf regelmatig te zeggen: je bent goed zoals je bent en ik hou van je. I love you, I love you, I love you. Kijk in de spiegel en zeg het tegen jezelf. En kijk naar jezelf met de ogen van liefde. Eigenlijk met de ogen van je ware zelf. En kijk naar jezelf met mildheid, met zachtheid, met liefde, met liefdevolle aandacht. Soothe yourself. He? Zorg goed voor jezelf door te verzachten. En noteer waar je blij van wordt.
waar je je goed bij voelt. Waarom je jezelf waardeert. En doe je best en doe het elke dag. Ja, vooral als het niet lukt, dan des te meer. Ja. Nou, ondertussen vind je dit misschien heel erg moeilijk. Geef niet, dan hebben we nog een oefening voor je. Ook een hele belangrijke. Heel belangrijk. Want die helpt je om in de energie van de liefde terecht te komen. Kijk om je heen. Wat is er wat jij waardeert in je omgeving? Kijk om je heen en kijk met de ogen van liefde. Kijk om je heen en ervaar liefde voor, nou ja, eigenlijk het liefst voor alles. Je kunt gaan wandelen en dan focussen op wat je tegenkomt aan moois in de natuur. Bloemetjes, vlindertjes, bijtjes, maakt niet uit, alles. Je kunt er overal van houden, vogeltjes, bomen, planten. De frisse lucht die je inademt, heel belangrijk om daarop te focussen. Want waar je aandacht aan geeft, groeit. Jezelf, dat je je lekker voelt, dat je lekker buiten bent, dat je tevreden bent, dat je je goed voelt. En probeer ook heel erg in het nu te blijven. En puur vanuit liefde aanwezig te blijven. Focus op waar je van houdt en kijk ook naar dat waar je blij van wordt. Dat werkt ook. En zelfs als je dat niet lukt, kan je natuurlijk nog plaatjes gaan kijken. Je kunt naar schilderijen gaan kijken, je kunt naar foto's gaan kijken. Eigenlijk is het niet zo'n goed idee om de hele tijd maar bezig te blijven met je telefoon of je computer of je iPad of weet ik veel wat. Het is juist goed om die thuis te laten, weg te leggen en om gewoon te zijn, in het nu te zijn, helemaal aanwezig te zijn. En dan van daaruit voelen, liefde voelen, dat. Laat de liefde stromen, laat dat je intentie zijn. Dat je liefde voelt voor je omgeving, mensen, dieren, planten, bomen, alles wat leeft. Ja, voor jezelf dus ook. Maar als je in de energie van de liefde zit en terechtkomt en verzacht, dan laat je eigenlijk de liefde toe, de energie toe, de energie vanuit de goddelijke bron laat je toe om door jou heen te stromen. En dat is belangrijk. En dan gaat het niet meer zozeer over wie of wat of hoe. Maar die energie die maakt dat je je goed voelt, je gelukkig voelt. Die energie die is ook genezend voor jou, voor je relaties. Als je in liefde aanwezig kunt zijn. En blijven natuurlijk voelen. Dan is het goed. En dan zal je verrast worden door het leven. Verwonderd raken door het leven. En dat doet niemand anders. Dat doe jij. Ja, dat is je kracht. En daar kan je voor kiezen. Je kunt kiezen. Zo heet mijn nieuwe boek. Wat ik aan het schrijven ben. Je kunt kiezen. En daarin komt dit natuurlijk ook allemaal samen. Logisch. Je kunt kiezen. Dus je keuze is ook je intentie. Je intentie is een keuze. Dus je kunt blijven klagen, piepen. Maar je kunt ook kiezen voor de liefde, de verzachting, de schoonheid. Het ervaren van het leven zoals het op zijn mooist is. In plaats van te kijken wat er allemaal niet deugt, wat er allemaal niet goed is, waar je allemaal last van hebt, ga je kijken. En heel bewust maak je een keuze om te gaan kijken waar word ik wel blij van. Ja, dat is het. Nou, dat was wel een mooie workshop, hè? Nou, ja, superleuk. Je kunt me inhuren om workshops te geven. Hè? Ja, en dan zullen we zien wat er ontstaat. Het is zoiets als dit en dan wordt het begeleid. En dan krijg je persoonlijke, natuurlijk, persoonlijke sturing, advies. En wat vooral heel mooi is, is als je dat met een groep doet, dan wordt het ook krachtig en voelbaar en prettig en het versterkt en het geeft een gevoel van verbondenheid. Sowieso heel mooi. Oké.
Oké. Nou, ik wens u allen een heel prachtig mooi weekend. Het is fantastisch weer, dus ja, ik weet niet wanneer je dit hoort, maar ik zou zeggen, ga er lekker op uit, ga naar buiten en ga genieten van de kleinste dingetjes. Want de kleinste dingen zijn dus de grootste dingen. Als jij kan genieten van de hele piepkleine dingetjes, ja, dan breng je die stroom van liefde de wereld in. En die hebben we natuurlijk nodig voor alles, voor het leven. Verderop links aanhouden. Voor de vrede. Nou, tot later. Bye bye. Ik draag een ster van ver in mijn hand. Ik ben onder.